Goeiedag. Deze video legt uit hoe de Bruno-catalogus werkt. De Bruno-catalogus is de gemeenschappelijke catalogus van de Brusselse, Nederlandstalige, openbare, gemeentelijke bibliotheken en Muntpunt. Een zoekopdracht in deze catalogus levert dus resultaten op van 18 Brusselse, Nederlandstalige, openbare bibliotheken. Je vindt de website van het Bruno-netwerk op www.bruno.be. Je vindt daar, naast de adressen en de openingsuren, die je kan zien door op deze blauwe pins te klikken, ook een zoekveld. Als je een zoekopdracht ingeeft in dit zoekveld, word je naar de catalogus gestuurd. Stel, ik zoek het verdriet van België. Dan typ ik daar de titel in en ik duw op zoeken. Zo word ik naar de catalogus gestuurd. We zien nu de catalogus. Het verdriet van België levert 125 resultaten op. En we zien natuurlijk het boek, maar ook een werk over het verdriet van België. Nog meer titels met het verdriet van België in. En ga zo maar door. Van sommige titels zijn er meerdere versies beschikbaar. Denk dan aan vertalingen. Hè? Hier een Franse en een Duitse versie van Klaus Meesterwerk. Maar ook de verschillende uitgaves per jaar. Wanneer we nu op een bepaalde editie klikken, namelijk die van 2009, zien we een detailpagina. Hier vinden we alle informatie over dit boek. Bovenaan de titel en de auteur, de uitgeverij en het jaar van uitgave. Verderop vinden we de flaptekst en enkele trefwoorden. Als je hierop klikt, doorzoek je de catalogus opnieuw op basis van dit trefwoord. Daaronder vinden we recensies en uitgebreide bibliografische informatie, daaronder nog commentaar van gebruikers, leestips en de Wikipedia-pagina over de auteur. Rechts op de pagina vind je de beschikbaarheidsgegevens van dit boek in de Brusselse Openbare Bibliotheek. Als we nu op deze blauwe knop klikken, krijgen we in één keer de aanwezigheidsgegevens van dit boek in de Brusselse Bibliotheek. We zien bijvoorbeeld dat er in de Openbare Bibliotheek van Jette 2 exemplaren zijn. Eén is aanwezig, het andere is uitgeleend. Door bovenaan op zoeken.bruno.bibliotheek.be te klikken, ga je naar het beginscherm van de catalogus. Hier kan je natuurlijk opnieuw een zoekopdracht ingeven, maar je kan ook op de woordenwol klikken. Al deze woorden zijn immers aanklikbaar. Als je op zo'n woord klikt, lanceer je een nieuwe zoekopdracht. Door bijvoorbeeld op CD te klikken, krijg je al de CD's te zien uit de catalogus. Naast boeken hebben de bibliotheken natuurlijk ook veel audiovisueel materiaal. Zowel luisterboeken, maar ook muziek-CD's zijn ruim beschikbaar in de bibliotheek. Links op de pagina kan je je zoekresultaat verfijnen. Mogelijkheden zijn onder andere type, taal, uitgavenjaar en ga zo maar door. Wanneer we nu op muziek klikken, dan krijgen we alle CD's waarop muziek staat. Wanneer we nu bijvoorbeeld nogmaals verfijnen op genre singer-songwriter, dan krijgen we alle muziek-cd's met het genre singer-songwriter op. Dit zijn er in de gehele Bruno-catalogus door een 2005. Wanneer we nu op This is the Life van Amy MacDonald klikken, krijgen we de detailpagina van deze cd. Van heel wat cd's kan je zelfs een kort stukje voorbeluisteren.
Change your hand in every way and we are the... Ook hier kan je uiteraard de beschikbaarheidsgegevens raadplegen. Zo zie je dat de CD in Jette reeds gereserveerd is, maar in Muntpunt en Schaarbeek is hij nog beschikbaar. We gaan terug naar het beginscherm. Stel, ik zoek informatie over successierechten. Ik typ successierechten in het zoekveld en duw op zoeken. Nu krijg je al de werken over successierechten. Je krijgt eveneens een doorkijkje naar Uit in Vlaanderen over successierechten. Maar je kan ook je resultaten beperken tot één bibliotheek uit het netwerk. Dit doet je hier links. Klik op Kies een andere bibliotheek. Nu krijg je alle bibliotheken uit het Bruno-netwerk. Klik vervolgens op een bibliotheek naar keuze. Ik kies nu Muntpunt. Nu krijgen we enkel nog de werken over successierechten uit Muntpunt. Je kan zien, dit zijn er slechts nog 15. In het volledige Bruno-netwerk waren het er 25. Dit wordt ook hier nogmaals aangeduid. We hebben nu steeds gezocht in de gemeenschappelijke catalogus. Natuurlijk heeft ook elke bibliotheek een eigen catalogus en website. Ik neem als voorbeeld de website en de catalogus van de bibliotheek van Etterbeek. De URL's zijn steeds dezelfde: www.gemeentenaam.bibliotheek.be. De werkwijze is identiek. Ook op deze website vinden we een zoekveld dat ons naar de catalogus brengt. Stel, ik wil 5020 reis ontlenen. Dan zien we dat er van 5020 reis twee versies zijn. Namelijk een Engelse en een Nederlandstalige. Dit boek is nu niet beschikbaar. Het is uitgeleend, maar ik kan het reserveren. Om te reserveren klik ik op deze knop. Vervolgens moet ik inloggen. Al je inloggegevens vind je op je Bruno-kaart. De bibliotheek neemt contact met je op wanneer je je bestelde boek kan komen afhalen. De belangrijkste eigenschappen van de nieuwe catalogus zijn besproken. Mocht je nog vragen hebben, helpt het bibliotheekpersoneel je graag verder. Tot in de bib!